En tafeltje zoeken. We hebben al besteld. Maar ben je snel? Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag. Zondag! De laatste dag voordat we gaan. Ja, laatste vakantiedag. En ik heb ontbijt op bed. Morgen ga ik weer naar school. Ja, en we hebben in de woonkamer geslapen natuurlijk. We hebben wel lekker geslapen, maar vooral Marco en ik missen het feit dat er vering in bed zitten, dus we zijn een beetje stijfhakker geworden. Hey Poes. Ja, jij hebt de nacht naast mij gelegen, hè? De bank. Mama lag heel de nacht hier. Ja, hi. Heb je dat gezien? Ja. En papa sliep als eerste. En jij bent in mijn armen in slaap gevallen en ik was nog wel even wakker. Nee, ik was zo eens. Ik was zelf in slaap gevallen. Nee, lag helemaal zo maar. En ik voelde heel je lijfje in slaap vallen. Dus dat was echt heel leuk. Dus we gaan even ontbijten. En dan gaan we de boel opruimen. En dan gaan we jouw schoolspullen van morgen even helemaal klaarleggen. Dat gezicht van jou. Helemaal klaar met je nieuwe schoolmap. Nee. Ja. Nee. Jij wil niet naar school, die wil vooral de vakantie. Wat ik ook wel snap, want vakantie is echt lekker. Maar goed, we gaan er morgen gewoon aan geloven. We zijn echt toppunt van lui vandaag. Het is 2:00 en ik ben net aangekleed. Ik heb deze top aan van Ishii en die broek van Inwear. En ik ben te lui om op te staan. Ik ga heel even snel beelden inladen op de computer. Dan heb ik dat vast gedaan. En dan kan ik vanavond editen, want dat heb ik ook al 3 avonden volgens mij nu niet gedaan. En ze is zich nu aan het aankleden, want die is nog later dan ik. Vandaag sta ik zo laag in mijn stappenteller. Want ik vergeet hem elke keer te pakken. Dus ik heb heel veel gelopen. En ik sta nog steeds op bijna geen stappen. Zal ik het doen voor jou? Ja, daarnet. Het was wel grappig. Doe jij eens heel even een rondje dan? Toen ging Sarah dit dus voor mij doen. Omdat ik mijn telefoon de hele tijd had laten liggen. En ik daardoor geen stappen had. Terwijl ik heel de tijd aan het heen en weer lopen was. Nou, dan als jij even een paar rondjes doet, dan kom ik weer een beetje in de buurt. En ik heb ze tenslotte wel gezet. Dus het is geen vals spelen. Het is zo grappig. Ah. Oh, jeetje. Nou, gelukkig heb ik de allerbeste stuiterhoes ooit. En ik was dus aan het opruimen in huis. En dan vind je wel eens dingen. Ik vond dit. Wie kent dit nog? Sarah, heb je dit wel eens gezien? Nee. Weet je wat het is? Moet je maar lezen. Flippo. Flippo's, ja. Te grappig om dit weer terug te zien. Dit was natuurlijk helemaal de hype. Dit spaarden we allemaal en dat zat dan in de chips. Gek, hè? Ja. Ja, en dan wilde je heel veel chips eten. En dan kon je die eruit halen. Ik vind deze het leukst. Ja, en je had hele rouwbeurzen en het ontploft. Ja, tegenwoordig hebben we zoveel acties. Dan is het niet meer zo boeiend. Zo, ik moet trouwens echt mijn nagels weer doen. Die witte, hij chipt echt heel snel. Zo grappig om dit weer te zien. Deze is ook zotte. Leuk, hè? Ja, en dit was Chester. Wie is Chester? Ja, dat was het poppetje van de chips. Chester. En dit is allemaal van de Looney Tunes. En dan hadden we ook nog map 2. Dat was volgens mij allemaal Chester. Oh nee, ook Looney Tunes. Te leuk om dit weer te zien. En om de
vakantie af te sluiten, gaan we ergens eten. En heb jij al een idee waar? Maar is het als bijna het al avond? Het is al bijna avond. Het is avondeettijd. Dus waar denk je dat we naartoe gaan? Weet je het niet? Doe eens een gok. Sarah denkt de Kentucky. We gaan het zien. Waar zijn we? Bij de Kentucky. Vind je dat leuk? Ja. Hoeveel zin heb jij daarin? Heel erg. Oké, daar gaan we. Papa? Weet ik niet, buiten al. Een tafeltje zoeken. We hebben al besteld. Maar ben je snel? Niet rennen. Ja, dat is wel een goede tafel, maar je was wel heel snel. En je gaat spelen. En ik ga spelen. Ja, doe je schoentjes even uit. Ja? Oh, ik heb een vlekje op het scherm, zie ik. Hier. Waar heb je daar vakjes? Oh, wat goed. Nou, ga jij even spelen? Gaat mama hier om het hoekje even zitten, oké? Ik roep je als het eten is. Ja. Zeg je dat zeggen? Eten klaar. Ja, dat zeg ik dan. Ga maar lekker zitten. Oh, Sarah, eten klaar. Ga maar lekker zitten. Oké. Ik had Sarah al zitten uithoren wat ze het allerleukste vond om te gaan eten zonder dat ze het wist. Lekker aan het worden. En dat was dus de Kentucky. Dus vandaar dat het de Kentucky is geworden. En we doen altijd wat einde van de vakantie om het toch even af te sluiten. En moet ik zeggen, Kentucky vind ik ook geen straf. En vanaf morgen gaan we gewoon weer school, ritme, gezond eten, bewegen. We gaan het huis op orde brengen, we gaan sparen, we gaan alles gewoon goed doen. En we gaan kijken hoe het allemaal gaat. Even een goede start weer maken. We have food. Ze heeft een lekker kindermenuutje. Deze vond je vast zo lekker, hè, die steak. Yeah. En Marco heeft, wat heb je eigenlijk? Hot wings vandaag. Dat. Deze nog Sarah de appelmoes. En ik heb tikkies. En ik heb mais. En ook patatjes. En je hebt gewoon slagroom op je milkshake. Marco ook. Ik heb pasta guava. Ondertussen de meeste spulletjes van school klaar. Plantje moet mee. De rugzak. Daar zit ook reservekleding in. Bakje en beker. Die moeten dan nog gevuld worden. Maar dat ga ik niet nu doen. De schoolmap. En de gymkleertjes moeten nog gepast worden. Dat gaat Sarah nu aandoen. Want ze heeft de gymkleertjes van vorig jaar. En ik denk dat die eigenlijk nog passen. En anders heb ik een vervolgmaat. Maar ik moet weten welke. En ik bedenk me opeens, sloffen op school. Die moet ik nog wel even pakken. Die ben ik nog vergeten. Het is goed dat ik het vlog. Want anders was ik ze dus echt vergeten. Echt grappig. Deze kleding is gewoon maat 104. Nou, dat rokje zit zelfs nog iets aan de wijde kant. En het shirtje sluit gewoon mooi aan. Maar qua lengte ook nog helemaal goed. Ja, het zit een broekje onder het rokje. Dus dat is heel erg leuk. Heeft ze toch een rokje met gym. En toch goed aangekleed. Maar het is gewoon maat 104. Terwijl Sarah zit maat 116, 122. En past gewoon nog steeds. Morgen gaat natuurlijk het gewone leven weer beginnen. Dus ik ben begonnen met onze familieplanner. En het is echt altijd een heel gepuzzel. Want ik moet alle zwemlessen er dan goed op hebben. Alle school er goed op hebben. Alle sporten er goed op hebben. Overblijf, noem het maar op. En dan kom ik ook gelijk weer dingen tegen in de aankomende weken waar ik oppas voor moet regelen. Dus dat gelijk aan doen. Dus ik ben aan het appen, plannen. Ja, moeder zijn is af en toe nog wel geregeld. Week 39 zijn we nu. Gewoon een uur bezig geweest. Maar de kalender is voor dit jaar af. En dat is gewoon voor 4 maanden zoveel werk. Maar we zijn helemaal up-to-date. Alles wat er tot nu toe gepland staat, staat helemaal uitgewerkt. En ik vind het echt ideaal, gezinskalenders. Spulletjes vanmorgen staan ook klaar. Maar nou las ik net op de app. De een zegt, ja, plantjes is op deze school tot en met groep 8. En de ander zegt, nee, daar stoppen ze na de kleuterklas mee. Dus nu weet ik het niet meer. En ik laat hem morgenochtend gewoon lekker even staan. En als ze hem wel willen op school, dan neem ik hem daarna wel mee. Ik vind het prima. Ik ga niet voor niets dat mee sjouwen. Ik ga nog heel even een vlog uploaden. Die heb ik net laten renderen. Die is klaar. En dan zijn we er weer een beetje bij. Oh. Het is helemaal niet eens zo laat. Sorry. Nou, nog 9 minuten. Dan staat deze er ook weer op. Dan. Dus ik ga de computer afsluiten. En dan ga ik lekker naar mijn bedje. Morgen vroeg opstaan. Ik heb mijn wekkers net ook al gezet. Dat gaat wel een dingetje worden. Maar goed.
Ik heb gewoon morgen een echte groep drieër. En dat vind ik best wel spannend eigenlijk. Ik denk misschien stiekem nog wel spannend dat ik het zelf vind. Maar ik wil wel op tijd mijn bed uit kunnen. En daarom ga ik nu wel op tijd mijn bed in. Dus bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd, klik even op die knop hieronder. Laat natuurlijk even een duimpje omhoog achter. Maak je ons heel erg blij mee. En dan zie ik je morgen. Doei doei!